dat ziet er heel mooi uit. Maar dan zetten we zo die stoel weer terug en dan kan ik dit gaan veranderen. Yes. Ik heb een hond. Uit het asiel. Oh. Erg lelijke hond. Lelijk. Lelijk. Ja. Lelijk. Zo lelijk dat hij weer mooi wordt. Ja. Sorry, jullie zijn van sportschool Vreeswijk? Ja. Nee, dan moeten jullie moeten hier naar binnen. Daar naar binnen, oh! Ja. Nee, ze zijn daar. Daar naar binnen, jongens. Daar naar binnen. Ja, mevrouw van der Stokker. Ja. Ik werk al 12 jaar in dit museum. En de mensen die komen hier om iets moois te bekijken. Dat is normaal, denk ik, in een museum. En dan heet uw tentoonstelling heet Lelijke Tekeningen. Nou, nee, hij heet Terrible. Terrible? Ja. Of Terrible and Ugly, had ik ook bedacht. Ja, en eerst heette hij gewoon Lelijk. Ja. Waarom is dat? Ja, waarom is dat? Ja, ik wilde ik ben al een tijdje bezig om, lelijke tekeningen te maken. Net zoals ik in het verleden dingen maakte, wilde ik mooie dingen maken. Dat doet bijna iedereen. Ja. Maar goed, lelijkheid en schoonheid ligt best dicht tegen elkaar aan. Want ik had laatst een gesprek, gisteren met iemand en die zei, nou, je had er net zo goed in kunnen zetten van Pretty Nice. Had ook gekund. Dus wat de een lelijk vindt, dat vindt de andere juist mooi. Is dat het? Ja. Snap het, ik heb hem door je nou. Wel een ingewikkeld systeem, maar we zijn eruit. Moderne kunst wilden jullie toch? Ja, ja, ja. Oké, nou, waar gaan we? Nog steeds een mooie meneer, ook mooie spierballen. Hop, pardon, ja. Nou, die is wat een ander postuurtje dan jullie. Die heeft niet zoveel getraind. Vervalsing, een heleboel vervalsing van Vermeer door de heer Van Meegeren. En dan komen we hier in het historische gedeelte. Het is heel moeilijk om een mooie tekening te maken. Dat weet ik. Maar is het nou makkelijk om een lelijke tekening te maken? Het is echt helemaal niet zo makkelijk om iets lelijks te maken. Want ik heb soms ook wel lelijke dingen gemaakt. En die vond ik dan zo vreselijk dat ik dacht, ja, maar die ga ik dan toch maar niet in de tentoonstelling doen. Want dat kan eigenlijk toch niet. Dus... Omdat het te lelijk was? Of juist omdat het weer mooi werd? Nee, omdat het te lelijk. Omdat het te erg was.
Ja, dus het is een ingewikkeld spelletje wat ik speel. Ja. Dus die lelijke dingen die ik dan maak, is heel grappig. Want ik had bijvoorbeeld, ik was in New York en ik had mijn assistent was mij aan het helpen met de tekening. En ik legde haar uit. Ik zei, ik ben bezig om deze tekening lelijk te maken. En elke keer kreeg ze weer een opdrachtje van mij om dan weer iets te doen aan die tekening. Nou, op een gegeven moment kwam ze naar boven met die tekening. Toen zei ze, nou, ik geloof dat die nou wel lelijk is. Maar op een gegeven moment raak je gewend aan zo'n tekening. En nu maken we hem op de muur en dan zit hij daar. En dan denken wij, nou, is toch wel heel mooi geschilderd. En dan, dat lelijk is dan alweer, is al weg of zo. Kunt u me alsjeblieft vertellen wat mooi is en wat lelijk? Ik weet het echt niet hoor. Het is niet dat ik het weet. En mensen kunnen zo gefixeerd raken op schoonheidsbeleving. Dat het ook wel heel erg leuk is voor mij dan. Om de boel een beetje de lucht in te gooien. Een beetje verwarring te maken. Ook voor mezelf. Want ik zou het iedereen aanraden om lelijke tekeningen te maken. Want het is gewoon heel ook een beetje therapeutisch. Overweldigend werk vind ik dit. Verschrikkelijk. Prachtig. Ja, het is echt ontzettend mooi. Ja. Ja. Beautiful. Terrible. Ja. Why do it? Komen we hier bij een werk van Bastiaan Ader. De titel van dit werk is I'm too sad to tell you. Ik ben te verdrietig. Maar ik neem aan dat jullie Engels spreken. Om het je uit te leggen. Ja, om het je te vertellen. Bastiaan Ader is in 1975 heeft hij een vrij spectaculaire dood gehad. Hij is verdwenen op de Atlantische Oceaan. Dit is een foto van hem. Huilende man. Is hij echt zo emotioneel of ja. Is het gespeeld? Hij huilt echt. Dat zie je ook wel aan de afbeelding, dat het echt huilt. Ja. Als je bedenkt, in het begin jaren 70 was dat merkwaardiger om een man te zien huilen dan het tegenwoordig. Mag niet, hè? Nee, een man mag niet huilen. Dus... Hij heeft de schilderij dan meer waarde gekregen omdat hij nou overleden is op een Nee, het enige waarom ik het vertel, dat was... Hij was bezig met een kunstproject dat heette Op weg naar het wonderbaarlijke. Dat was een reis die hij zou ondernemen. Of die heeft hij ook ondernomen in het kleinst mogelijke zeiljachtje waarmee je de oceaan overgaat. Van Cape Cod in Amerika naar Nederland. En dan zou hij daarna in Groningen, in het Groningen Museum, een tentoonstelling hebben. En onderweg is hij verdwenen. Ze weten niet waar. En die boot die werd uiteindelijk gevonden. En toen hebben ze kunnen herleiden dat hij ongeveer een paar maanden daarvoor moest zijn overleden. Hij was toen 35, dus heel jong gestorven. Hem hebben ze nooit meer gevonden dan? Nee, ze hebben hem niet meer gevonden. Maar zijn moeder, dat was een schrijfster. En die kreeg in oktober, het moment dat hij dus dood moet zijn gegaan, een gedicht door. En dat wilde ik jullie even voorlezen. From the deep waters of sleep, I wake up to consciousness. In the distance I hear a train rumbling in the early morning. It is going east and passes the border, then it will stop. I feel my heart beating too. It will go on beating for some time. Ik heb ook in het verleden maakte ik mistake drawings. En die, zeg maar, als je bijvoorbeeld een tekening had, nou, mislukte tekening, oké, een prullenbak. Oké, haal ik hem weer uit de prullenbak. Toen dacht ik, oh nee, mislukte tekening, dat is interessant. En zei ik, hey,
zei ik, dit stukje, dit is echt mislukt. Dit stukje is echt mislukt. Nou, dit stukje ga ik opnieuw in een andere tekening zetten. Tekende ik dat mislukte gedeelte na en dan ging ik van daaruit verder werken. Ja, ja, dat helpt je om na te denken over wat, waar je eigenlijk mee bezig bent. Wat kunst is, waar je ermee naartoe gaat en wat je de mensen aan het vertellen bent. Ik denk sowieso dat alle kunstenaars dat doen en moeten doen. Dat ze nadenken over wat ze in feite zelf aan het creëren zijn. Have you ever heard of happiness springing from a deep well of sorrow? Of love springing from pain and despondency, agony and death? Such is mine. Het is mooi, ik heb het wel. Het is tijdloos. Ja, ik doe me denken aan... Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Sometimes the eye of heaven shines too hot, and often is his cold complexion dimmed. But every fair from fair sometimes declines, by chance, or nature's changing course untrimmed. But the eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest, nor shall death break thou wanderest in his shade. For in eternal lines to time thou growest. As long as men can hear and eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. Het schiet me ineens in mijn gedachten toen ik dat hoorde. Heel mooi. Ja, dat is mooi. Schitterend. Hartstikke mooi. Schitterend. Waar haal je dat ineens vandaan, joh? Ja, een keer gewoon opgepikt. Ja. Nou, je moet daar mooi. Zo. Dat is heel. Had ik nooit gedacht dat het mij zou raken als ik naar een museum zou komen. Nee, ja. Maar ik niet. Kijk, het mooiste waarop je het echt kan zien is het perspectief van onderaf. Dan zou je eigenlijk even op je buik moeten gaan liggen en omhoog kijken. Okay. Zie je hoe dan die wind in die zeilen vangen die wind op. Keiharde storm. Die komt zeg maar zo dat schilderij in, die wordt gevangen door die zeilen. Ja, geweldig. Die wolken die voortgestuwd worden. En op de boot zit Witterhout vanaf beneden. Hier, dat kleine bootje dat... Bijna gaat dat onder, maar kennelijk zijn ze het wel gewend, die vissers. Want die lijken niet erg onder de indruk van het geweld. Ongelooflijk mooi. Dit is... Dit? Nou, ja, ik vind dit... Dit vind ik echt prachtig. Ja, ik vond dat lelijk. Ja. En ik vind dit... gruwelijk. Ja. Ik heb precies hetzelfde. Prachtig. Mm-hmm. En schitterend. Ja. Mooi hoor.